we weer een make-up tutorial met het 88 palette. Vorige keer heb ik een blauwe ooglook gemaakt. En onder die video heb ik heel veel comments gekregen of ik nu nog een look wil maken met dit palet, maar dan met roze kleurtjes. En dat heb ik gedaan zoals je kan zien. En wil je weten hoe dat ik deze look gemaakt heb, kijk dan zeker verder. De eerste kleur uit het palet dat ik ga gebruiken is deze roze kleur. En die ga ik aanbrengen over het gehele ooglid. En ik gebruik weer de spiegel uit het palet zelf. Dat heb ik vorige keer ook gedaan. En de kleuren hebben echt heel veel pigmentatie. En het zijn ook echt heel erg mooie kleuren. De kleur die ik ga aanbrengen in de arcadeboog is er net boven. En dat is deze roze kleur. En die breng ik aan met de Smoky Eye Brush van Essence. En dat is een iets lichtere kleur. Normaal gebruik ik donkerdere kleuren in de arcadeboog, maar nu doe ik het eigenlijk omgekeerd. Maar de kleuren lijken toch heel erg veel op elkaar, want het is allebei roze. Maar het loopt toch mooi over, vind ik. Als ik het zelfs ga blenden, dat zie je in dit oog. Bij dit oog zie je dat goed. Daar heb ik het al samen geblend. Dus dan loopt dat mooi in elkaar over. Zo. Dan neem ik de blending brush en ga ik de eerste kleur in het palet nemen. En dan ga ik highlighter toevoegen onder mijn wenkbrauw. En dan ga je denken, moet je dat normaal in het begin doen? Ja, eigenlijk zou dat wel moeten, zeg maar. Of ja, niet moet. Maar ik doe het om het mooi in een geel samen te blenden en worden de kleuren ook wat lichter. Want je ziet dat dit felle roze is als dit, omdat ik het daar al geblend heb met highlighter. Dus dat ga ik aan die kant hetzelfde doen. Ik begin gewoon onder het wenkbrauwbod highlighter aan te brengen. Ik neem wat meer. En dan begin ik te blenden. Over het hele ooglid blend ik het uit tot het echt licht wordt en heel mooi in elkaar overloopt. En ik neem nog wat roze, de kleur die ik in de arcadeboog heb aangebracht, tot het eigenlijk roze loopt tot onder mijn wenkbrauw. Maar niet te fel. Daarom ook het doen met de blending kwast. Voor ik het ga afwerken met mascara, ga ik eerst nog een lijntje onder mijn ogen zetten. En dat doe ik met deze kleur. En ik gebruik daar dit kwastje voor. Dat staat aan de andere kant van de crease kwast van Catrice. En ik zet dus gewoon een dun lijntje. Niet in de waterlijn, gewoon onder de wimperrand. En hij valt bijna niet op, want hij is zo subtiel. En het is een lichtroze kleurtje. Maar ik vond het toch wel een afwerking. Ik vond dat je echt wel verschil zag of ik het toevoegde of niet. En zo ziet het er dan uit met een lijntje. En dat heb ik hier ook gedaan. En let niet op mijn puist hier. En dit is dus de uiteindelijke look. Maar ik ga nu nog eerst afwerken met mascara. En zo, dit is dan de uiteindelijke look. Ik zal hem even een close-up laten zien. Dit is het. Ik vind dat het er heel mooi uitziet. En hoe ik het nu heb aangebracht, is het eigenlijk ook wel een mooie everyday look. Willen jullie nog meer looks zien met het 88 palette? Laat het weten in de comments of je een groene look wilt zien of een nude look. Laat het maar weten of je wilt nog zo eens een felle, zoals ik de vorige keer gedaan heb. Wie de vorige video met dit palet niet gezien heeft, met de blauwe ooglook, ik zal die beneden hier even linken. Dan kan je die ook nog kijken als je wil. En ja, dit was dus de video met de roze ooglook, gemaakt met het 88 palette. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan zeker een duimpje omhoog en vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!